Een van je betere, lieverd. Wacht, ik vergeet de vissaus. Dat brengt de zwavel mooi naar boven. Snel, dumpen voordat we de vissaus moeten eten. De leugens gaan stug door. Ik vrees voor het welzijn van mijn familie. Waarheid is het fundament van elke functionerende samenleving. Liegen echter kan enkel leiden tot chaos en rampspoed. Ik moet dit probleem rechtzetten. Een nieuwe dag. Een nieuwe kans om waarheid te herstellen in huidherrie. Hey Lincoln! Wat vind je van mijn nieuwe kapsel? Ik ging naar een nieuwe zaak waar je haar binnen 3 minuten wordt geknipt of het is gratis. Heel gaaf. Het staat je geweldig. Dat is een leugen. Vind je het niet leuk? Ik bedoel, het is niet vreselijk. Hij liegt nog steeds dat het gedrukt staat. Zeg maar de waarheid, Lincoln. Oké. Ik heb nog nooit zo'n slecht kapsel gezien. Overal kale plekken en dan even, hup, zo'n matje van achter. Ik gaf je cadeau als cadeau aan papa. Ik lachte wel, maar ik snap hem niet. Jouw voorleesverhaaltjes zijn plichtmatig. Jouw gedichten zijn vreselijk. Jouw adem ruikt naar een zombie. Ik weet je tweede voornaam niet meer. Ik was niet op het werk. Ik had me verstopt in het washok en at pudding. Mijn excuses voor mijn te laat zijn, familie. Ik had een hele fijne remcyclus. En wat staat er op het menu, vader? Spitskool met vissaus. Terug op veler verzoek. Hé, wat is er nou? Hebben jullie geen honger? Pap, ik zeg het niet graag, maar dankzij Lisa hebben we geen keus. Dit eten is goor en dan op een foute manier. Het is super afschuwelijk. Het ruikt naar Wouts vogelkooi. Maar gisteravond hebben jullie... Toen vonden we het ook niet lekker. Nadat jij op bed lag, bestelden we een pizza. Zo, laat de cornflakes maar lekker smaken. Dus, Luen, heb je nog grapjes om dit diner op te vrolijken? Nou, omdat sommigen mijn grapjes geforceerd vinden, liever niet, nee. Moeder, heeft u nog verhalen van het werk? Sommigen vallen in slaap van mijn stem. Nee, dank je. Oké. Lori, heb je niet een paar sappige robots voor ons? Oh, ik wil niemand vervelen met mijn verhalen die al maar door en door gaan. Ah, ik ben er klaar mee. Ik heb geen trek meer. Dat is niet waar, dat heb je nog wel. Best, ik eet op mijn kamer. Ik wou niet dat je dat zomaar tegen me zegt. Ik geef toe, alleen eten is niet ideaal, maar toch is dit het beste, denk ik. Leugen. Nee, is het niet. Ik bewijs mijn familie een dienst en daar zijn ze me later vast dankbaar voor. Onwaar, daar geloof jij niets meer van. Oké, je hebt gelijk. Dit experiment is volkomen mislukt. Ik dacht dat eerlijkheid afdwingen mijn familie zou redden, maar het veroorzaakt enkel rampspoed. Ironisch is het niet. Attentie, familie! Willen jullie naar de huiskamer komen? Wat nou weer? Heb je een scheetdetectorbril gemaakt? Nee, luister, sorry dat ik jullie zomaar heb onderworpen aan mijn experiment. Al prefereer ik de waarheid. Ik zie in dat een klein leugentje het sociale evenwicht helpt handhaven. Oh, gelukkig. Dat is een opluchting. Geen trucjes. En daarom zal ik meteen alle camera's vernietigen. Vader, een handje graag. Ik hoef er maar een paar honderd te doen. Ah, ja. Ze zijn beschermd met een militair type zelfverdedigingssysteem. Oh nee, zitten we er nu voor altijd mee opgescheept? Er is misschien nog een manier. Oké, iedereen klaar? Begin! 1 + 1 = 6. Dat is een leugen. De maan is gemaakt van blauwe kaas. Onwaarheid. De aarde is letterlijk plat. Een verzinsel. Leugens, jokken, nonsens, bedrog, fictie, babel, desinformatie, dubbelzinnig systeem. En zo doe je dat dus. Ja! Van al dat jokken krijg je honger, zeg. Wie heeft er zin in paps beroemde inktvisverrassing? Vader, dat klinkt verrukkelijk. Komt eraan. Je hebt een zalige steek zondag, mager gehakt maandag, Duitse schotel dinsdag, wienerschnitzel woensdag, goulash donderdag, vis met bonen vrijdag en zure zult zaterdag. En dan herhaalt het zich, ja, elke week weer opnieuw.
Ik moet er van tussen. Tijd voor het proppen van een... Wiener schnitzel. Zonder pogen, maar dit smaakt net zoals vorige week. Man, ik heb dit recept in de vingers. Wat is dit? Pasta? Kan iemand me uitleggen waarom ik mijn goulaschschotel draag? Hebben wij gedaan, pap. We verstopten het eten zodat je pizza zou bestellen. Het spijt ons heel erg, maar we werden er gestoord van om elke week hetzelfde eten te eten. Weet je wel hoe moeilijk het is 7 voedzame maaltijden per week te maken voor 13 mensen met beperkt budget? Ik vind dat jullie vader het prima doet. Oh, wat fijn om te horen. Wacht maar tot jullie later voor je eigen familie moeten koken. Koken voor je familie? Dat is het. Laat ons morgen het eten maken. Wij hebben ideeën zat. Pap heeft dan vrij. Wij maken iets overheerlijks en laten zien dat iets anders best makkelijk is. Prima hoor. Oeh, kunnen we deze ui niet gebruiken? Niet vergeten, dit gaat om meer dan alleen deze maaltijd. We moeten hun harten veroveren met deze kaastosties. Kaastosti? Ik wil een taart maken! Een taart als avondeten? Dan barst ik letterlijk van de puistjes. We maken shepherd's pie. Dat is McSwagger's lievelingsgerecht. Wacht eens, ik heb het. We maken goulash. We zijn hier juist omdat we geen goulash wilden eten. En nu mis ik het. Mag ik hier een meer beschaafd gerecht voorstellen? Misschien een vichyssoise? Ik zeg lichaamsbrandstof. Ik mix al proteïneshakes. Je hersens zijn gemixt als je denkt dat ik die kots drink. Wacht, kunnen we kots drinken? Kaas, nee, jullie zijn het beste! Jongens, jongens, stop. We doen gewoon een buffet. Iedereen maakt zijn eigen gerecht. Goed idee, dan hoeven we geen ruzie te maken. Van mij! Die wil ik voor mijn roereitje! Nou, ik wil het voor mijn duivelseitje. Is het goed als ik me deze eigen maak? Snap je? Letterlijk. Mijn visjes waren! Ja! Mijn taart! Meiden, gaat alles goed daar binnen? Super. Mooi, je moeder en ik beginnen trek te krijgen. Zijn jullie klaar om echt op te scheppen? Oh nee, we hebben nog niks. Falen is nu geen optie. We moeten iets opdienen of we eten voor altijd dezelfde 7 maaltijden. Oh, wauw. Jullie maakten... Aardappelen. Quinoa. Kalkoen. Kip. Gehaktbrood. Rollenvlees. Glazuur. Goulash. Kots. Goed, bon appetit. Het is Mam, pap, het spijt ons. Jullie hadden gelijk. Koken voor zoveel mensen is een nachtmerrie. We zullen nooit meer over het eten klagen. Ik beloof dat lekker niet. Nu we dan echt onze les hebben geleerd, mogen we pizza bestellen? Ja, pizza! India's! Sorry, lieverd. Ons huishoudgeld voor deze week is op. Dus we hebben helemaal geen eten? Onzin! Noodzaak is altijd de moeder van inventiviteit. Naar de keuken! Goed, wat hebben we? Dit is een pot olijven. Op deze lepel zit nog een beetje mosterd. Ik heb nog een paar muesli-repen. En ik heb wel jam. Oeh, waar? Oh, bedoelde je die jam? Olijven, peper, koekenpan, andere helft koekenpan, tape, vlechtman, vlug! Wat maak je eigenlijk, pap? Weet ik niet zeker, maar ik noem het een Casa Harry overschotel. Oeh, daar heb ik de perfecte outfit voor. Liever, dat was echt verrukkelijk. Super! Dank jullie wel. Jullie hebben gelijk. Het is tijd om het menu te veranderen. Echt waar? Ja, yep. En weet je wat? Ik ga nu meteen naar de winkel voor nieuwe ingrediënten. Hey pap, de winkelwagen doet zo raar. Ik weet niet waar die op rijdt. Zeg, kom eens even. Snap je, Lola? Zeg, kom eens even. Maar ik zeg, kom eens even.
Ik snap hem. Als jullie me zoeken, ik ben in het pasta gangpad. Attentie shoppers, een kleine linterruptie. Ja, alle prijzen zijn luwentisch. Wat mag het zijn, vroeg de winkelier. Heeft u bruine bonen hier? Oh, wees blij dat jullie het lied bij de slager hebben gemist. Wist ik niet. Hey pap, wat zei het linkeroog tegen het rechter? Er zit iets tussen ons dat heel erg ruikt. Ja, dat is de neus. Alles oké achterin? Je bent een beetje stil. Alles goed. Heb je hulp nodig met de gordel losmaken, Lola? Nee, dat kan ik zelf wel. Ik heb wel hulp nodig. Hey, liefie. Hier is je macaroni. En we hebben ook volkoren pennen voor als je misschien oorhangers wil maken. Bruine oorhangers? Dat nooit. Nee, mijn vader speelde altijd favorietje en ik werd er stapelgek van. Hey pap, wil je met mij misschien Lin Moon taart maken? Oh, zeker andere plannen. Ik kan het denk ik zelf wel maken. Potjantiki! En nu heb ik hetzelfde gedaan bij Lola. Dit moet ik rechtzetten. Oh, je kunt het vast wel weer goed maken, maar... Geef haar alsjeblieft niet weer een pony. Dat pakte toen niet goed uit. Hey, liefie. Ben je druk? Ik zag toevallig deze twee prinsessenjurken hangen in de winkel en ik dacht... Mijn lievelingskleur! Natuurlijk, oud roze. Maar wacht, er is nog meer. Zelfkleef oorhangers! Papapap, lekker zo, daddy-o. Nu weten de kids dat ik niemand voortrek. Oeh, mijn lievelingskostje. Wat? Oh, beef stroganoff. Lekker. Oh ja? Ja, pap. Het gerecht waar ik altijd meer van blief. Die is leuk, liefie. Potjantikkie. Als de Gluens lievelingskostje maakt, denken de anderen dat ik haar voortrek en ben ik terug bij af. Wow. Zo gefixt. Kinderen, eten is klaar. Val maar aan. Wauw, pap. Heb je 11 verschillende gerechten gemaakt? Ja, yep, kleinigheid. Ik wil dus iets speciaals doen en maakte ieders lievelingskostje. Zelfs mijn wormenokra, hè? Absoluut. Te gek! Kun je dat misschien consumeren op een andere locatie? Zeg, de garage. Wacht, als ik naast Lisa zit, dan lijkt het alsof ik haar voortrek. Kinders, ik ga vanavond maar eens in de hoek zitten. Dan zit ik lekker rustig en kan ik jullie allemaal zien. Oh, wauw. Beetje op je vinger, liefie. Kom maar, papi kust je ouw weg. Maar papi geeft natuurlijk niet alleen om jou, Lily. Ouw kusjes voor iedereen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nog eentje. Misschien beter van niet, pap. Ik heb nogal lopen pulken. Dan bewaar ik jouw kus in mijn broekzak. Voel je je wel oké, pap? Oh ja, heel goed. Kan niet beter. Hoe was jouw middag, lieverd? Zucht, best. Graf gegraven, overwogen om erin te stappen. Hou dat vast. Ik bedoel, hoe was iedereen zijn middag? Niet alleen van Lucy, maar nou ja, ook van Lucy. Goed, wie gaat als eerste? Ik weet het. We trekken nummers uit een hoed. Wie wil je dat als eerst pakt? Daarvoor trekken we nummers uit een andere hoed. Wat dacht je daarvan? Oké. En wie trekt dan als eerste uit die tweede hoed? Man, ik heb honger als een paard. Waar bleef pap met het eten? En hallo aan mijn nieuwe volger uit Zweden. Of zal ik zeggen, welkom bij de Linternationale Keuken Livestream met chef Harry. Vandaag maken we pizza. Oh, dat kunnen ze niet zien. Vandaag maken we pizza. Oké, tijd om te genieten. Even wachten, jongens. Kijken is ook genieten. Eerst nog een paar foto's maken voor Swifty Pik. Nog maar een paar VHGT. Die kan ik niet posten. VL, vet lelijk. Opnieuw.